Het water van de Waal bij Nijmegen staat nu al behoorlijk hoog, maar gaat komende week nog verder stijgen. De huidige stand ligt nog binnen de normale marge voor eind januari, maar het waterschap Rivierenland verwacht dat in de loop van volgende week het hoogste niveau bereikt wordt sinds 2018. Dit is nog wel afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in Duitsland en Frankrijk. 3 jaar geleden was 11,5 meter boven NAP de hoogste stand. Het water moet nog flink gaan stijgen om dat te halen. De Waal bij Nijmegen staat nu op 8,5 meter. We'll be right back.